onderzoek gaat over arbeidsparticipatie van volwassenen met dyslexie. En dan met de nadruk op volwassenen. Dyslexie wordt vaak geassocieerd met kinderen, maar je komt van dyslexie niet af. Dus je neemt het mee in ofwel je hoger onderwijs, ofwel in je arbeidszame leven. En dan heb je twee mogelijkheden. Je overwint het probleem. Je leert allerlei strategieën aan waarmee je de impact van het probleem leert te overwinnen, of dat lukt je niet. En om die laatste groep gaat het mij. Dat betreft ongeveer 5% van de volwassenen met dyslexie bij wie je niet lukt om dat te overwinnen. En dan hebben we het over ongeveer 20.000 werknemers in Nederland. Hoewel dat voorzichtige, grove schattingen blijven. Wat voor soort problemen krijgen ze in het arbeidsproces? Uiteraard problemen met het lezen en het spellen, want dat is geassocieerd aan dyslexie. Maar naarmate de leeftijd vordert, verandert ook de aard van de dyslexie. Dan gaat het niet alleen maar meer over het lezen en het spellen, maar dan gaat het ook over korte termijn geheugen, over plannen en organiseren, over concentratie. Allemaal zaken die direct impact hebben op uitvoering van werk. Wordt er te weinig aandacht aan besteed? Er wordt te weinig aandacht aan besteed, omdat men ervan uitgaat dat volwassenen het probleem inmiddels wel onder de knie hebben. En dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. En dan zitten we met twee problemen. Het probleem kan aan de kant van de werknemer liggen, die wellicht in het verleden te weinig heeft gedaan om zich die strategieën en die compensaties eigen te maken. Of het probleem ligt bij de werkgever en bij de leidinggevende, die te weinig kennis van zaken heeft om de juiste begeleiding te kunnen geven op de werkplek aan de volwassenen met dyslexie. Nou, wat blijkt nu uit de interviews die we gedaan hebben met werknemers, blijken die twee componenten omhoog te komen. We moeten er zelf wat aan doen, dat erkennen ze ook. Maar wat ze ook duidelijk aangeven is, er bestaat te weinig kennis aan de kant van de werkgevers en de leidinggevende, HR-managers, over de impact van dyslexie op werk. En dus is er te weinig kennis aan die kant aanwezig om de begeleiding te geven op het individu die nodig is om die arbeidsparticipatie te optimaliseren. Je hebt kort geleden een researchbriefje gehad. Ja. Wat waren de reacties? Leuk. Drie partijen waren aanwezig. Mensen uit de vereniging Impuls en Woordblind. Dat is een vereniging die de belangen behartigt van volwassenen met dyslexie. Mensen uit het onderwijs, mensen uit het bedrijfsleven. En daar kwamen eigenlijk twee dingen uit waar de drie partijen het wel over eens waren. Inderdaad bestaat er te weinig kennis omtrent dyslexie op de arbeidsmarkt. Er stromen allerlei mensen met problemen in de arbeidsmarkt op. Dyslexie is er daar één van. Er zijn natuurlijk ook mensen met ADHD, met autisme enzovoort enzovoort. En nou blijkt dat HR-managers te weinig geïnformeerd zijn om op het individu toegesneden juiste begeleiding te kunnen geven. Tweede punt waar ze het over eens waren is dat er heel erg veel hulpmiddelen zijn in Nederland. Die mensen ook in de arbeid kunnen gebruiken om hun taakinhoud te verlichten. Maar dat bekendheid over die hulpmiddelen nog te wensen overlaat. En zeker een onafhankelijke, objectieve informatie daarover. In samenvatting vallen er drie dingen op. Op de eerste plaats, werknemers zullen zelf moeten investeren in het overwinnen van de problemen en de impact die dyslexie heeft op de uitvoering van hun werk, van hun beroep. Op de tweede plaats is het een kennisprobleem, met name bij HR-manager en leidinggevende. Die moeten weten wat de impact van dyslexie is op de uitvoering van het werk. En zodat ze daar ook veel gerichter en op het individu toegespitst een begeleiding kunnen geven. En ik denk op de derde plaats dat er ook aan de attitude wel iets mag veranderen. En dat geldt niet alleen voor werknemers en werkgevers en leidinggevenden, maar dat geldt eigenlijk voor het publieke debat. Dyslexie moet een beetje af van, dat is een probleempje met lezen en spellen en dan houdt het wel een beetje op. En als je daar overheen bent, dan kom je dan wel. Want dat is niet zo. Op de eerste plaats is het probleem veel uitgebreider dan alleen maar lezen en spellen. Maar op de tweede plaats, als je dat overwonnen hebt, is het geen probleem meer. En heb je te maken met een even betrokken werknemer als iemand zonder dyslexie.